en de centrale opleiding voor verpleegkundigen en beoefenaren van aanverwante beroepen, nu het Elsje Vink Sanigaar College COVAP, zal beginnen met de inrichting van ruimtes voor moeders die borstvoeding geven. De algemeen directeur Angela Wallerlei Kumbang-Sila heeft vandaag tijdens een workshop in verband met de borstvoedingsweek aangegeven invulling te geven aan het thema Step Up for Breastfeeding, Educate en Support. Als opleiding hebben we ook geluisterd naar die call voor stepping up for breastfeeding. En we hebben gezegd, we zijn een opleidingsinstituut waar meer dan 90% vrouwen op de opleiding zitten. En we hebben ook gereflecterend gekeken naar onszelf als opleidingsinstituut, maar ook als werkgever. En we hebben gezegd, alhoewel wij onze studenten aanleren hoe goed borstvoeding is en dat ze moeders moeten ondersteunen, dat er omgevingen moeten zijn waar de moeder borstvoeding kan geven, voorlichting, hebben wij die voorzieningen niet voor onze studenten getroffen. Dus hebben wij als onderwijsinstituut, maar ook als werkgever, het plan opgevat om samen met BOG dan hier ook een omgeving te creëren die borstvoeding vriendelijk zal zijn voor onze studenten en voor onze werknemers. Speciaal voor studenten en bedrijven is de workshop georganiseerd. De deelnemers werden geïnformeerd over de voordelen van borstvoeding voor moeder en kind. Er is extra aandacht gegeven aan de omgeving, de houding, hygiëne en ook de rol van de partner in het geheel. Wendy Emanuelson Tellig, vertegenwoordiger van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, PAHO, die ook een bijdrage heeft geleverd aan de workshop, die de toezegging dat het initiatief van COVAP de volle ondersteuning krijgt. Vanuit de PAHO ondersteunen we het ministerie van Volksgezondheid op verschillende gebieden. En borstvoeding is een belangrijk aspect ook. Als je kijkt naar gezonde voeding, maar ook als je kijkt naar de gezondheid van onze kinderen, onze baby's. Dus op dat gebied ondersteunen we volksgezondheid. Dus hebben we deze week verschillende activiteiten ondersteund. Dus vandaar dat we heel blij zijn met de activiteit vandaag om onze verpleegkundigen vooral ook eigenlijk zie je een beetje bij te scholen, een beetje een reminder te geven van wat ze al weten. Maar vooral wat we heel bijzonder vinden, is dat behalve zwangeren die zijn uitgenodigd en aanwezig zijn, ook vertegenwoordigers van bedrijven in de omgeving zijn uitgenodigd en die zijn aanwezig. Om eigenlijk na te gaan van hey, hoe kunnen we als samenleving meer doen om onze moeders aan te moedigen om borstvoeding te geven.